Nou, hier zit de rechter. Mooie stoel. En hier zit de gedaagde. Want dat is natuurlijk een heel klein, onhandig, ongemakkelijk stoeltje. Het is zo goed als af. Het rechthuisje in Schermerhorn, ook wel bekend als het Witte Huisje, heeft een complete metamorfose achter de rug. De 75-jarige Chris van der Spank leidt ons rond. Ze heeft samen met haar man Jaap al heel wat panden gerenoveerd. Het rechthuisje kocht haar man eigenlijk stiekem. Ik had wel een briefje gevonden op een tafel. Witte Huisje Schermerhorn, maar daar heb ik geen aandacht aan besteed. Nee. Totdat hij thuis kwam en hij in zijn auto stapte en naar Schermerhorn moest. Ik denk, oh. En toen kwam hij thuis met zo'n glimlach. Hij zegt, raad eens. Ik zeg, nou, jij hebt het Witte Huisje gekocht. Hij zegt, ja, klopt. Een jaar voordat alle vergunningen binnen waren, overleed Jaap. En dus stond Chris er alleen voor. Ze besloot de droom van een man te verwezenlijken. En die zou het prachtig hebben gevonden. We hadden de afspraak, we zouden samen doodgaan. Ja. Maar hij bleef nu zeggen, ik zeg, dat is niet de afspraak. En toen zei hij van, dat weet ik. Maar jij moet blijven, jij moet het afmaken. Jij moet het afmaken. En ik begreep niet wat hij bedoelde. Nou, ik heb het afgemaakt. Ik weet nu wel wat hij bedoelde. Het huisje uit 1766 is ingericht met allerlei oude antieke spulletjes en teruggebracht naar de tijd toen de rechter er nog zijn vonnis uitsprak. Je moet het een invulling geven en ja, hier woont de rechter. Ik denk ook dat hij niet getrouwd was, dat hij alleen was. Ik heb ook maar één persoons bed boven. Op 15 mei wordt het rechthuisje geopend en kan iedereen een kijkje nemen. Chris is trots op het resultaat. Wij waren allebei wel iemand dingen bewaren voor de toekomst. Er gaat zoveel verloren. En dit is bewaard gebleven en daar ben ik trots op.